De Limburgse kunstenaars hebben sinds verleden jaar hun markt, waarop zij hun scheppingen nader tot het grote publiek trachten te brengen. Onder de lindebomen van het vermaarde Vrijthof richten zij ook ditmaal weer met veel smaak hun kraampjes in. Huub Levigne was een van de artiesten die zijn scheppingen tentoonspreidde. Over belangstelling hadden de schilders niet te klagen. De Maastrichtenaren trokken in grote getalen langs de verschillende kraampjes en toonden veel interesse. Het bekende plein kreeg met al die kunstenaars en hun werkstukken enigszins het karakter van Montmartre. Het bleef gelukkig niet alleen bij pure belangstelling. Er werd geobserveerd, bestudeerd, gecritiseerd en gediscussieerd. Charles Eyck behoorde ook tot de schilders die hier exposeerden. De kunst en de kunstenaar komen op deze markt inderdaad dichter tot het publiek. Maar ook omgekeerd. Vele kijkers die kennis maakten met de scheppingen van de schilders, sloten hiermee een vriendschap voor altijd.